Wat jullie konden zien in deel 1 van mijn trip naar Wildlands Emma. Veel plezier met het bekijken van deel 2. Maak er nog geluid. Veel meer, Mark. Ga je die vangen, papa? Ga je die vangen? Komt er weer eentje, ma? Kijk uit. Voor het weet zit hij in je nek. Nou, dan schiet hij. Ja, echt leuk. Hé. Hey. Oh, zit er een op die rots ook nog, hé. Kijk nou. Ah. Oh. Oh, hij is nieuwsgierig. Kijk, hij denkt, wat is dat voor een apparaat? Kom eens even kijken wat het is. Ik zag hem echt in zijn broek bijten. Wat is dat voor beestje? Hé, hey, wat is dat allemaal, hè? Wat is dat allemaal? Ja, dan ga je uit de benen nemen, hè? Oh, kijk, hij heeft een poepje aan zijn kont hangen. Hij zit dan lekker te poepen ook. Ja, er zijn er zoveel. Ja. Kijk, die gaat met zijn kont ook. Hoppa. Hé. Hey. Oh, kijk uit. Ja. Zo, we gaan eens even een hapje eten. Kijk, zit hier.
Wow. Nou, het is een hele klim, maar je ziet niks. Ja. Nou, dat heb ik lekker veel nut. Ja, dan kom je hier weer uit. Nou ja. Ja. Daar heb je ook lekker veel van. Ja, ik ben ook wat. Nel Paardenpoel ingang. Nou, moet die kant op. Ja. Oh, dan hebben we net geluk gehad dat ze een beetje actief waren. Ja, dat is wel water. Zie je, kan je ze onder water zien. Als ze er zijn. De nelpaarden onder water. Nou, eens kijken. Wel onder water die kant op. Oh ja. Zo. Dat gaat niet zo van beter nog een keer de modder van die onder water. Ik ben niet tegen. Nou, dat land is niet. Ja, ik zie het. Oké, okay, hier zit het. Nou, ik ben aan het zijn. Hier. Komt ie. Ja? Ja. Ja, dan komt er nog eentje. Lichtvoetig. Ja, kijk, huppakee. Springt er zo overheen. Dat is toch grappig. Hé? Zo grappig. Wat is dat nou, hè? Dat is hem. Ja. Oh, done! Oh, done! Oh, done!
Ja, hier hebben die boten. Kijk nou, ze hebben treinen neergezet hier, oh joh. Oude treinwagons neergezet. Dan kunnen die beesten dan... Kunnen ze mee rijden. Oh, je kunt er doorheen lopen, maar... Oh. Je kunt er doorheen lopen. Door die trein stellen. Oh ja, dat is de uitgang. Dus je moet daar naar binnen. En dan loop je zo door al die treinstellen heen en dan kom je hier eruit. Dan gaan we dat even doen. Ik dacht dat je zo helemaal rond moet lopen. Waarom zei ik tegen jou? Die mensen komen hier uit. Ja, we eens even kijken. Oh, je kunt hier ook nog helemaal verder rechtdoor lopen, joh. Zie je? Nou, aardig wat. Dat is oude Duitse treincoupé hier zit. Zie je? Kijk maar. Ja. Fijn,
Oep. Hier. Het is echt een... Allemaal stoeltjes. Nou, echt een port. Kijk, ik kan... Kameel. Ik kan gewoon even zitten. Ja, zie je? Ja, zie je staan, kijk je er precies aan. Ja, hè? Kijk, je ziet er. Ja. Aantrekkelijk is het weer deze. Oh. Ja, leuk. Hier ga je weer uit. Ja. Zie je? Weer een, zo een rondje gelopen door al die treinstellen heen. Zie je? Koffie is bovenop. Hier, hier ook al een koffie is. Ja, leuk gedaan. Een hele goede middag allemaal. Wat leuk dat jullie met mij meegaan op safari. Ik ben Sammy Joe en ik ben jullie ranger voor vandaag. Heel de savanne leeft ook veel honden en dieren. En daarom wil ik jullie allemaal vragen om bagage op de grond te plaatsen. En dan ook niet te eten, drinken of roken. En voor onze veiligheid is het van belang dat we de handen en voeten binnenboord houden. En dat de veiligheidsbeugels gesloten blijven tijdens de rit. We wensen jullie allemaal heel veel plezier op deze Seringa Safari. Dat was Mama Dunja. En zij kon zorgen voor de natuur. Erg belangrijk. Daarom heeft zij de stropen gedreven. En nu kunnen de dieren hier rusten. En veilig verder leven. Zometeen aan onze rechterkant komen we het eerste redde diersoort tegen. En dit zijn de Rothschild-sirappen. Vrouwtjes van deze dieren die kunnen wel 4,5 meter hoog worden en mannetjes wel 6 meter hoog. Ook hebben zij een hele lange nek en in die lange nek zitten 7 nekwervels. Zoveel hebben wij er ook, alleen die van hun zijn een stuk groter dan die van ons. Mooi hè? En dan heb ik een mededeling.
mededeling voor jullie, want we zijn bijna aangekomen bij de oude Sapannebrug. En we zullen door het water heen moeten om naar de overkant te komen, want ja, de brug, daar is helaas niet zoveel meer van over. Dus ik zou zeggen, hou jullie allemaal heel goed vast. We gaan het gewoon proberen. Café. Ja. En dan zijn we dan aangekomen in de woestijn. Hier zien we weer woestijnbewoners. Dit zijn de kamelen. Kamelen hebben twee bulten op hun rug en in die twee bulten slaan zij vetten op. Deze vetten die kunnen zij weer omzetten in energie voor wanneer er geen voedsel te vinden is. Bij de blauwe genoes krijgen mannetjes en vrouwtjes rollen, maar het is alleen de honden van de mannetjes door de grote, omdat zij hun territorium moeten verdedigen. Daarnaast staan de kantzebra's en dit is het grootste zebra-zweer dat er is. Ze hebben een zwarte vacht met witte strepen en ze hebben elk hun eigen unieke strepenpatroon waaraan ze elkaar weer kunnen herkennen. Yeah.
alles lijn op gang. Dan gaan we weer door een stukje water heen. Ja, kijk, dan gaan we door een stuk water heen. Kijk maar, daar gaat hij weer. Daar gaat hij weer. We zijn alweer bijna op het einde van onze safari-tocht. En dan hoop ik dat jullie ervan genoten hebben. Wil ik jullie vragen om de veiligheidsbeugels naar beneden te houden tot we op het station stilstaan. En dan wens ik jullie allemaal een hele fijne dag. Hier in Serenga. Ja. Kijk, en daar gaat hij weer. Daar hebben wij dus net ingezeten. Superleuk. Daar gaat het karretje weer. Dat was echt super gaaf. Nou, Zina opgraving. Archeologische vondsten. Nu lachen niet alle drie tegelijk. Ja. Dat is het parcours wat we net dus gedaan hebben. Super gaaf. Hey, neushoorns. Zo. En dan gaan we nu naar de apen. Ja. Oh, hij heeft iemand zijn telefoon in zijn handen. Ja, ja. Kijk mij dat je niet heel bezig bent. Ik zag allemaal apps te missen. Oh, hij zal nu met iemand bellen of zo. Oh. Oh mijn god. Kijk in je weer. Ja, prachtig.
Wat heeft hij nou? Kijk eens die AB van telefoon staan. Nou, die kunnen in ieder geval niet meer bellen voorlopig. Ja, dat maar eens even die dingen in kast erbij. Nou, verklaar dat maar. Ja, maar je kan er ook een foto van maken. Dat zo misschien is allemaal selfies gemaakt. Kan je op iCloud inloggen op je computer? Hey! Nou, doe even normaal. Ik zie de tweede niet. Oh, verder gaat goed. Oh, nee. Oh, daar staat die tweede. Zo, ik ben ook weer kippig. Ik zie het niet meer. Zou je niet naar het feest? Ik ga eerst naar huis. Kijk, even bellen. Even bellen. Hij maakt een selfie. Oh shit, het is nog een iPhone. Telefoon. Hengelen, een iPhone. Hier, hij is aan het bellen. Hij heeft gewoon de telefoon in zijn handen. Hij heeft gewoon die telefoon. Ah, gewoon de telefoon. Gek beest. Je ziet er lekker bij elkaar te schuilen. Dat is een schatje, zeg. Dat is echt een. Je bij zijn moeder ineens. Heel klein baby. Kijk, gaat hij ertussen. Ja, daar ook. En daarachter zit er ook een. Ja, hier ook. Daar zit hij. Ah, hij neemt hem mee. Ah, hij neemt hem mee. Lief. Wel veel, hè? Een hele ploeg. Ja, echt heel veel fijn het. Zoals het wel. Zo. Zo. Ja, een beetje boeien met elkaar. En dan gaat hij in de bovenzee. Kijk, die zitten lekker te luizen. Die is achterste zijn ruzie met elkaar aan het zoeken. Via een area waar we net geweest zijn. Betree op eigen risico. Dat is wel mooi gedaan, hè? Al die dingen die dan zo over het water heen. Oh, hier de uitgang weer, toiletten, Lions. Sergana Safari. Volgens mij zijn we nou weer bij het begin. Ja, want hier gaan we weer naar beneden in die indoor speeltuin. We hebben alles zo weet je wel weer gezien. We hebben alles, het hele park al door geweest.
kijk nou. Kijk nou. Leuk. Ja. Echt leuk. Ja, kunnen we even. De batterij is bijna leeg. Ja, meneer, we gaan. De batterij is bijna leeg. Zo, schiet me de pestbokken. Nou, we gaan onderaan binnen, weet je wel. Kijk, ligt er één daar ook. Schiet mij echt het aanplazen. Dat is ook leuk, kijk. Die komt boven het water. Ja. Ja, nou ja. Wel wens het wens is zo. Nou, aardig hè. Nou, nog hierin. Volgens mij het enige nog wat we niet gedaan hebben. Ja, en Jungola. Hè? En de voeren, weet je wel, maar dat kan nou niet meer. Het was de laatste om 3 uur. Nee. Deze is niet giftig. Dit zijn burgerslangen. Die kluiden niet lekker. Hij is niet giftig. Hij is niet dodelijk. Hij mag zich wel in de bos gaan. Oh ja, dat is die slang. Wil je nog een eindje? Ja, kijk. Waar? Hij is bijna op. Wil je er nog, hè? Nee, dan moet je hier gaan stappen. Oh, moet je steen heen kijken. Oh ja, ja, dat, ja. Ik zie hem al. Zie je, een vlinder schiet voorbij. Vroeger was een vlinder. Hoppa. Kijk eens, hoe appel. Wow, de vlinder schiet je tegemoet. Hup, kijk eens, zo. De vlinder die gaat echt schieten alle kanten op.
Hier nog vissen. Ja. Een blowdryer voor je bril. Nou, dat was het. Nee. Ja. Lopen ze ook buiten over de dingen? Vier? Ja. Vijf? Ja, dan lopen er heel veel. Lopen ook allemaal boven, lopen er allemaal. Ja? Leuk. Kennen ze eruit? Ja. Oh, kijk nou, dat is ook leuk. Oh, daar kan je nou niet heen. Ze zitten precies in het midden. Ik denk niet dat het... Ik denk niet dat dat gaat. Kunnen we eens even kijken, hoppa. Eens even kijken. Zo, dit was Wildlands. Het laatste stukje is met mijn mobiel genomen, omdat de batterij gewoon helemaal leeg is. Ik hoop dat jullie genoten hebben van deze reportage. Ik in ieder geval wel. En doe dat blauwe duimpje de lucht in. Ik zie jullie weer bij een nieuwe vlog hier op It's All Tracks. En skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Dat moet ik zo doen. Paf. Ga gewoon weg.